Dinsdag heeft de Nijmeegse burgemeester Hubert Brul samen met Anja Adriaans en Chloe Gavin het houten familieschild van de familie Gavin onthuld. In 1945 schonk generaal-majoor James Gavin het schild aan de stad Nijmegen. Gavin was een generaal van de 86th Airborne Division die Nijmegen hielp tijdens de bevrijding. Na verschillende toespraken en een gedicht werd het schild onder toeziend oog van een aantal genodigden onthuld. Anja Adriaans vertelt ons waarom het schild aan Nijmegen werd gegeven. Het wapenschild was al in Nijmegen. Het lag in het archief al lange tijd. En het is al eigenlijk in 1945 door generaal Gavin aan de bevolking en aan de stad Nijmegen geschonken. En wij denken dat het een heel mooi object is. Wat het verhaal vertelt van wat hier in de aanloop naar de bevrijding en de eerste jaren van de wederopbouw is gebeurd. En het is heel erg mooi als je dat kunt doen aan de hand van een object wat er dan nog gelukkig is. Maar waarom was de hulp uit Albany zo belangrijk voor Nijmegen? De stad heet Albany. Het is de hoofdstad van de staat New York. Maar destijds in 1947 dachten mensen ook dat het Albanië was. Dus daar werd gezegd, wij kregen hulp uit Albanië. Wat natuurlijk met de topografische kennis destijds niet zo raar was om dat te denken. Maar dat was dus de Amerikaanse stad, hoofdstad van de staat New York. Wat wij heel belangrijk vinden, mooi vinden, is dat de bevolking van die stad zo betrokken werd bij het leed van Nijmegen, van de mensen in Nijmegen, dat zij echt een week lang van alles in de stijgers zetten om deze stad te helpen. Dus winkels in Albany die hadden Nijmegen corners, dus dan kon je daar spullen geven. En de scholen en de scouting en de serviceclubs, de Kiwanis en de Rotary, die hielpen allemaal mee. En allemaal bij elkaar brachten zij een zeewaardig schip aan spullen bij elkaar.